leuk dat jullie kijken naar de volgende aflevering van Kleuterraadsels. Is aflevering 8. En nu gaan we kijken naar het van vorige week, het antwoord. En het antwoord van vorige week is een nieuwmachine. Had jij het goed geraden? En dan nu het raadsel van deze week. Normaal is het zo klein. Het kan ook zo groot zijn. En wel bijna zo groot dat je er touwtje mee kan springen. Het kan rond zijn of het kan plat zijn. Het kan in heel veel kleuren zijn. En het kan echt ook heel veel kleuren tegelijk hebben. Zelfs de hele regenboog met de kleurtjes die niet in de regenboog horen. Ik vind het heel makkelijk om te gebruiken. Soms zit hier iets aan het einde wat er wel anders uitziet. Meestal is het van hetzelfde gemaakt, maar soms ook is het helemaal van iets anders gemaakt. Soms als je het koopt is het voor 2, voor 6, voor 8, voor 10, voor 12, voor 16, voor 14. Je koopt het soms los en meestal doen mensen het er wel bij. Het is niet zo fijn als het kapot gaat, want dan kan je er niks meer aan doen. Soms kan je het ook gebruiken om grapjes ermee te maken. Weet jij wat het is? Laat het hieronder bij de reacties weten. Volgende week woensdag komt het antwoord. En vergeet niet gelijk te abonneren en een duimpje omhoog te geven. En natuurlijk ook